Mark Rutte is een verwarde geest. Die weet gewoon niet meer wat hij moet doen. Die zat van de zomer ineens op Centraal Station piano te spelen. Centraal Station Haag, piano te spelen. Iedereen was, oh, bijzonder. Ja, ik vind dat niet zo bijzonder. Ik bedoel, zijn eigen onkunde opdringen aan een heel volk, dat doet hij al jaren. Ja. Ik vond het ook wel leuk, zo'n kruk achter een piano. Ik vond het wel wat hebben. Maar de man is compleet in paniek. Weet niet meer wat hij moet doen. En u weet, als mensen niet meer weten wat ze doen, gaan lachen. Dat is een typische VVD-lach, hè? Gerrit Salm had dat ook, hè? Ik heb als kind een keer de cavia van mijn zus onder stroom gezet. Mark Rutte en zijn partij zijn compleet in paniek. Weten niet meer wat ze moeten doen. En dan gaat hij heel Trumpiaans, gaat hij rare dingen doen. Dan vertelt hij ineens grappen over zijn collega's. Dan gaat hij die collega's gaat hij beschimpen met grappen. Het is geen premier, het is een conferencier. Ja, wacht even, dat is mijn werk. Maar hij gedraagt zich als een conferencier. Ja, een toffe peer, een conferencepeer, dat is het. En dan moet ik wel even kwijt, want daar moet ik het nog even op aanspreken. Dat hij dit jaar had hij een speech, een dinnerspeech. En toen begon hij grappen te maken over het seksleven van de baas van Omroep Max, Jan Slachter. En toen dacht ik bij mij, wie ben jij? Wie ben jij met het seksleven van een agurk? Om die man zo aan te pakken. Want wat is Mark Rutte eigenlijk? Weet iemand wat die man is? Weet helemaal niemand. Hij zegt, ik ben geen homo. Nou, hetero is hij ook niet. Is hij transgender? Zou kunnen. Hij blaast wel zijn nageltjes laten lakken, zag ik. Dus... Oké. Of komt hij thuis en gaat hij naar zijn zolderkamertje... gaat hij helemaal in het rubber gekleed... ondersteboven aan het plafond hangen met een bal in zijn mond? Nee. Halbe Zijlstra wel, maar hij niet. Nee. Zal ik u eens vertellen wat Mark Rutte is? Aseksueel. 1,8% van de Nederlandse bevolking is aseksueel. De laatste keer dat Mark Rutte seks had, was in een zaadcel. Maar goed, het is ook een stadsgenoot. Je laat elkaar niet vallen natuurlijk. Dus ook voor het nieuwe jaar wil ik Mark Rutte toch ook een beetje vooruit helpen in zijn leven. Dus ik heb een tip voor Mark Rutte. Als je één been scheert, lijkt het s'nachts net alsof je tegen een vrouw aanlegt.